Galilei en Lorenz. Galilei hebben we gehad, hè, de Galilei-transformaties. Maar die transformaties die werken prima bij lage snelheden. Maar bij hoge snelheden moet er rekening worden gehouden met de postulaten van Einstein. En Lorenz die heeft transformaties bedacht, ontwikkeld, die daar wel rekening mee houden. Daar gaan we het dit keer over hebben. We beginnen even met een voorbeeld, een ruimtetijdsdiagram. Zoals je ziet, hè, en ik hoop dat je nog weet, plaats, horizontaal, tijd, verticaal. Hierbij hebben we Rudolf. En Rudolf doet weinig, hij staat gewoon stil op x is 0. Kortom, hoe ziet dat in het ruimtetijdsdiagram eruit? Nou, hij begint dus daar, bij die rode stip linksonder. Ja, t is 0. X is 0. En ja, na 2 seconden, hij blijft stilstaan. Dus ja, blijft x gewoon dus 0. Ja, en 4 seconden natuurlijk ook. Kortom, als je al die stipjes zou doen, krijg je natuurlijk een keurige rechte lijn. En die rechte lijn, dat is dus ook tegelijk de tijdsas voor Rudolf. Ja, Rudolf staat stil. De lijn die erbij hoort, is in feite gewoon de tijdsas. Nu heeft Rudolf iets bij zich, namelijk een zaklantaarn. En op tijdstip t is 0 klikt hij de zaklantaarn aan. En je ziet dus, licht vertrekt op t is 0 vanuit de zaklantaarn. Hoe zie je dat in het ruimtetijdsdiagram? Nou, op t is 0 ja, klikt Rudolf de zaklantaarn aan. Dus op t is 0 is het licht ook op x is 0. Want daar is Rudolf. Maar na 2 seconden... Ja, dan heeft het licht dus 2 lichtseconden afgelegd. Kortom, dan is hij daar. En na 4 lichtseconden is hij daar. En je ziet dus al wat er gebeurt. Het is een keurige rechte lijn. Ja, door de oorsprong en precies door het midden ja, van het ruimtetijdsdiagram. En dat komt natuurlijk omdat je bij het ruimtetijdsdiagram hier verticaal en horizontaal een gelijke schaalverdeling hebt. En dat wordt in principe eigenlijk altijd gedaan. Ja, daardoor krijg je dus dat de lichtstraal precies die hoek linksonder door het midden snijdt. Goed, dat is Rudolf. Nu hebben we ook nog Gerard. En Gerard, ja, die vertrekt op t is 0 met een raket. En de raket heeft een snelheid van een kwart van de lichtsnelheid, 0,25 c. Ook hier, hoe ziet dat in het ruimtetijdsdiagram eruit? Nou, op t is 0... is Gerard natuurlijk nog bij Rudolf, hè, want daar vertrekt hij, dus dat is daar keurig in oorsprong. Maar hij heeft een kwart van de lichtsnelheid. Betekent dus dat hij iedere seconde een kwart lichtseconde aflegt. Oftewel, na 4 seconden heeft hij 1 lichtseconde afgelegd. Nou, na 2 natuurlijk 8, kan ik hier niet kwijt, omdat ik niet genoeg heb. Maar je ziet dus al dat het ook een rechte lijn is, en dat is deze. Gerard, ja, als hij in een raket zit, dan denkt hij van, goh, als ik naar mijn stoel kijk, blijf ik stil zitten. Dus Gerard beweegt in zijn referentiestelsel niet. Oftewel, die groene lijn, dat is eigenlijk de tijdsas voor Gerard. Ja, ik noem dat de T-accentas, hè, T-accent, omdat het voor Gerard geldt. Dan kun je afvragen van, Gerard kijkt naar de lichtstraal die uit de zaklantaarn is gekomen van Rudolf. En natuurlijk op de tijdstip t is 0, ja, ziet hij lichtstraal ook op x is 0. Dat is allemaal gelijk. Maar na 4 seconden, ja, als hij dan naar de lichtstraal kijkt, ja, en we kijken eerst eventjes puur, zoals we het altijd hebben gedaan, hoe groot is dan de afstand tussen Gerard en de lichtstraal? Nou, dat is dan deze afstand. Ja. Deze afstand, kijk hier, ja, dit is de afstand tussen de stilstaande Gerard in zijn referentiekader en de lichtstraal. Ja, en deze afstand kon je berekenen met de Galilei-transformatie, dat is deze. Je kunt natuurlijk ook gewoon aflezen, hè, want die is 3 lichtsecondes. Nou, dan gaat Gerard even rekenen. Ja. Gerard, hè, die ziet... het licht na 4 seconden
op 3 lichtsecondes. Dus de snelheid van het licht is volgens Gerard afstand gedeeld tijd. Dus 3 lichtseconden ver weg en daar heeft hij 4 seconden over gedaan volgens Gerard. Oftewel de snelheid is 3/4 van de lichtsnelheid. En dat is heel apart natuurlijk, want ik hoop dat je de Einsteins postulaten nog kent. De eerste, dat is geen absolute snelheid, maar de tweede, dat is hier een van belang. Want de tweede zegt van, de lichtsnelheid is voor alle waarnemers die met de constante snelheid bewegen, en dat geldt hier, gelijk. En ja, dat klopt hier natuurlijk niet, want ja, de ene ziet hem met 1c en de ander ziet hem met 3/4c. Kortom, dit is niet correct en moet iets anders aan de hand zijn. Kijk, Rudolf die heeft een tijdsas, maar die heeft natuurlijk ook een x-as. En dat is niet zo moeilijk, dat is gewoon deze. Als Rudolf een x-as heeft, ja, Gerard kan natuurlijk niet achterblijven. Die wil ook een x-as hebben en dat heeft hij ook. Maar is die hetzelfde als de x-as van Rudolf? Nou, laten we eventjes kijken hoe het bij Rudolf zijn ruimte-tijdsdiagram is. En we kijken dan ook even naar de lichtstraal. En de lichtstraal, de lijn daarvan, is dusdanig dat die precies tussen die twee assen heen loopt. Oftewel de hoek tussen de tijdsas en de lichtstraal, dus dat is deze hoek, die is precies gelijk aan de hoek aan de andere kant. Nu even Gerard. Stel je voor de x-as van Gerard, die loopt precies gelijk aan die van Rudolf. Dus ook gewoon horizontaal. Dusdanig. Maar als natuurlijk voor lichtstraal, licht is voor iedere waarnemer gelijk. Dus dan mag je ook zeggen van ja, maar dan moet dus de lichtstraal ook bij Gerard precies tussen de twee assen worden gezet. En dat is dus hier duidelijk niet het geval. Want kijk, deze hoek tussen de tijdsas en de lichtstraal is duidelijk anders dan deze hoek. Kortom, die x-as die moet een beetje omhoog, zo, zodat die twee hoeken gelijk zijn. En dit is de x-as voor Gerard. Dit heeft wel consequenties, want de x-as, die kun je natuurlijk ook op een andere manier bekijken. Want kijk, de x-as voor Rudolf, dat is hier, dat is eigenlijk dus de plek waar die is op tijdstip t is 0. Dat is voor Gerard in feite ook de x-as. Dat is de plek op t is 0. Dan gaan we even wat meer. Het is wat moeilijk te zien, maar ik heb hier dus allemaal rode lijnen getrokken. En deze lijn, deze rode lijn, dat is dus de lijn die hoort bij t is 1 seconde. En deze bij t is 2. En deze bij t is 3, 4, etc. Iedere horizontale lijn hoort bij een tijd. En dan kun je zeggen, van, stel je nu voor, dat moet bij Gerard ook zijn. Dus, betekent dus dat dit de lijn is voor Gerard, die hoort bij t is 1 seconde. En zo kun je dus iedere lijn ook weer roteren. En dan zie je dus dat deze lijn, dit geldt voor Gerard, dat op deze lijn alles t is 1 seconde is. De x-as t is 0 seconden, 1 lijn verder t is 1 seconde. En zo kun je dus alle lijnen, deze lijn hier, dat is voor Rudolf, t is 2 seconden. En deze lijn kun je dus ook weer voor Gerard roteren. Dan krijg je dus die, et cetera, et cetera. Dus al deze groene lijnen, dat zijn in feite dus de plaatsassen voor t is 0, 1, 2, 3, 4, 5 en 6 secondes. Stel je nu voor, Gerard heeft een klok bij zich. En Gerard ziet op zijn klok dat er 6 seconden verstreken zijn. Betekent dus dat het overeenkomt met de bovenste lijn. Gerard
kijkt dus hier, ja, deze tijdsas van Gerard. Ja, en Gerard zit op de tijdsas, want voor hem beweegt hij niet. En dus T6 seconden, dat is dus op dit plekje hier. Nou, dan is de klok van Gerard op 6 seconden. En Rudolf kan het natuurlijk dat van afstand ook bekijken. Ja, maar dan kun je zeggen van oké, Rudolf ziet op Gerard's klok 6 seconden staan. Maar wat zal Rudolf op zijn eigen klok laten zien? Nou, dan ga ik eventjes een hulplijntje tekenen. Ja, dit is de hulplijn. En je ziet deze hulplijn, hè, die loopt gewoon horizontaal, ja, parallel aan de x-assen van Rudolf zelf. En dan zie je dus, ja, op deze plek, dan lees ik af op de tijdsas van Rudolf, ja, welke tijd daarbij hoort. En dat is 6,3 seconden. Dus op de klok van Gerard zie je 6 seconden. Ja, en Rudolf op zijn eigen klok ziet 6,3 seconden. Kortom, ja, Rudolf zegt, bij mij staat de klok al op 6,3 seconden. Terwijl bij Gerard zie ik dat hij nog maar op 6 seconden staat. Oftewel, Gerard zijn klok die zal trager lopen dan die van Rudolf. Althans, door de ogen van Rudolf. En dat werd genoemd de tijdrek. Ja, dat is tijdrek. We gaan ook natuurlijk even naar de lengte kijken. En dan kijken we eerst eventjes naar de tijdsas van Rudolf. Ja, maar die tijdsas van Rudolf, dat is een lijn dus waar de x is 0 lichtseconden voor Rudolf. Ja, dat is de tijdsas. Dat betekent dus dat voor Gerard, ja, die tijdsas, dat is in feite dus gewoon die tijdsas van Rudolf die een rotatie heeft gemaakt. Ja, zo. Ja. Oftewel, de tijdsas van Gerard, dat is ook weer de plek, ja, de lijn die hoort bij x-accent is 0 lichtseconden. En dan kun je hetzelfde doen wat we net met de x-as hebben gedaan, kun je hier ook met tijdsas doen. Ja, want alle verticale lijnen van Rudolf, ja, die horen bij plaatsen. Kijk, deze verticale lijn hoort bij x is 1 seconde. Ja, deze verticale lijn voor Rudolf hoort bij x is 1 lichtseconde. Nou, ik heb deze lijn geroteerd naar de tijdsas van Gerard, betekent dus dat ik deze lijn, ja, wil ik die van Rudolf hebben, moet ik die ook weer roteren en dan gaat hij dus die kant op. Ja, oftewel, dit is de lijn die hoort bij x is 1 lichtseconde. En zo gaan dus alle andere lijnen ook. Ja, en dit zijn dan de lijnen die horen bij x is 1 lichtseconde, 2 lichtseconde, etc. etc. Je ziet dus nu wat er verschijnt. Ja? De rode hokjes, ja, die horen bij het tijdsdiagram van Rudolf. En de, ja, de ruithokjes, om zo te zeggen, van Gerard, die horen bij het ruimtijdsdiagram van Gerard. Maar dat is dan wel het ruimtijdsdiagram zoals Rudolf het waarneemt voor Gerard. We gaan dit even kijken hoe dit de lengte beïnvloedt. En Gerard die heeft een stok bij zich. En die stok is, als Gerard ernaar kijkt, 6 lichtseconden lang. Nou, kijk, dat is deze lijn. He, dus kijk, want hij begint hier bij x is 0 lichtseconden. En volgens Gerard, ja, stopt deze stok bij x accent is 6 lichtseconden. Ja, dus Gerard ziet die stok en zegt van oké, hey, komt mooi uit, hij is precies, zegt 6 lichtseconden lang. Hoe lang is die stok volgens Rudolf? Nou, ook hier weer even een hulplijntje tekenen. Dat is deze. Ja, deze hier, zo. Ja. En dan zie je dus dat volgens Rudolf diezelfde stok niet 6 lichtseconden lang is, maar die is 6,3 lichtseconden lang. Oftewel, wat is er aan de hand? Ja, Gerard die beweegt, die ziet dus dat de lengte kleiner is dan dat de stilstaande Rudolf het ziet. Oftewel, de bewegende Gerard, ja, die zal een lengte kleiner zien en dat is de lengtekrimp. Oftewel, in dit ruimtetijdsdiagram voor Rudolf en Gerard zie je dus dat er inderdaad tijdsrek is en lengtekrimp. Wat voor de lichtsnelheid? Nou, eerst even Rudolf. Ja, puur lichtsnelheid. Dan ga ik dus kijken op T is 4 seconden bijvoorbeeld.
Ja, dan zal dus de afstand dat licht heeft afgelegd volgens Rudolf 4 lichtseconden zijn. En dan zie je dus dat de lichtsnelheid precies gelijk is aan, nou, 4 gedeeld door 4 is precies 1. Dus de lichtsnelheid is precies 1c. En voor Gerard op t is 4 seconden, dan is dit de afstand. Ja, en dit is de tijd. Ja, het is gemeten vanaf de t-accentas en de x-accentas. Ja, in de richting zoals de assen lopen. En dan zie je dus, ja, ik hoef niet eens te weten hoe lang die pijlen zijn, maar die pijlen zijn even lang. Dat komt natuurlijk omdat die lichtstraal precies door het midden is. Oftewel, de lichtsnelheid van Gerard is ook precies 1c. Oftewel, gelukkig, in dit geval hier heb je dus inderdaad dat de lichtsnelheid voor alle waarnemers gelijk is. Oftewel, het postulaat van Einstein blijft hier gelden. We doen een voorbeeld. Ja, een exoplaneet 1VB staat op 5 lichtjaar afstand van aarde. En ze staan stil ten opzichte van aarde, de exoplaneet. Nou, ik heb hier een ruimte-tijdsdiagram en je ziet al even een klein verschil. Want ik heb hier nu de afstand in lichtjaren en de tijd in jaren. Ja, ik heb natuurlijk wel weer de schaalverdeling links en rechts gelijk gehouden. Ja, en ik heb dit natuurlijk gedaan omdat in het voorbeeld er staat dat afstand 5 lichtjaar is. Allereerst wil ik graag, hoe ziet in het ruimte-tijdsdiagram de lijnen eruit van de aarde en de exoplaneet. Nou, de aarde, die is deze. Nou, gewoon een stilstaande waarnemer, dat is dus de tijdsas. Hè? En die doe ik even met een rode lijn. De exoplaneet doen we even in het groen. En de exoplaneet staat op 5 lichtjaren afstand van aarde. Dus op t is 0, ja, staat hij op 5 lichtjaren, oftewel bij deze groene stip. Maar ja, na 4 jaar, ja, hij beweegt ten opzichte van de aarde niet, dus blijft hij nog steeds op dezelfde afstand. En bij 8 en bij 12 jaar, ja, zolang je niet beweegt ten opzichte van de aarde, blijft natuurlijk de afstand gelijk. Oftewel, de lijn die erbij hoort, dat is deze verticale lijn. Nou, de stipjes even weg. Nou, gaat vanaf de aarde een raket vertrekken. Ja, en die gaat richting exoplaneet. En de snelheid is de helft van de lichtsnelheid. Vraag, hoe ziet de lijn eruit die bij die raket hoort? Nou, de snelheid is een helft van de lichtsnelheid. Betekent dus, nou ja, hij begint natuurlijk op 0, 0. En hij heeft 1 lichtjaar afgelegd na 2 jaar. Oftewel, na 8 jaar, hè, heeft hij 4 lichtjaar afgelegd. Want de afstand, hè, is in feite de helft van de tijd. De snelheid is de helft van de lichtsnelheid. Oftewel, als ik hier een tekening maak, nee, is dit de rechte lijn die bij de raket hoort. Nou, je ziet dus dat de raket, de lijn, snijdt de lijn van de exoplaneet. En dus kun je bepalen na hoeveel jaar de raket volgens de waarnemer op aarde bij de exoplaneet aan zou komen. Want he, de waarnemer op aarde die moet dus het ruimte-tijdsdiagram gebruiken van de aarde zelf. En dan kun je eenvoudig aflezen dat het 12 jaar is. Maar eventjes een beetje formeler. Ja, hoe ga je het doen? Ik pak de x-as van de aarde en die verschuif ik dusdanig totdat hij daar komt waar ik wil wezen. Hè, wat ik wil aflezen. En zie je dus inderdaad dat het keurig 12 jaar is. Dat is niet al te moeilijk, hoop ik. Dit is bekeken vanuit de aarde. Maar je kunt het ook bekijken vanuit de raket. Ja, oftewel, na hoeveel jaar, ja, zal de astronaut aankomen bij de exoplaneet, maar dan bekeken vanuit het stelsel van de raket. Nou, kijk, dan moet je kijken naar het ruimte-tijdsdiagram van de raket. En die gele as, dat is de tijdsas. En de x-as voor de raket, die is dusdanig dat hij precies, ja, deze denkbeeldige lijn van het licht, die zit precies in het midden tussen de tijdsas en de x-as voor de raket. Dan ga ik precies hetzelfde doen als ik zo net heb gedaan met
de ruimtetijdsdiagram van aarde. Ik pak de x-as van het ruimtetijdsdiagram en dan dus nu de gele x-as en die ga ik dan omhoog schuiven parallel aan de x-as. Ja, en dat is dus hier niet echt omhoog, maar scheef omhoog. Ja, die gaat zo tot aan de plek waar ik wil aflezen. En dan ga ik dus aflezen ook weer bij het ruimtetijdsdiagram vanuit een raket. En zie je dus dat het na 9 jaar is dat de exoplaneet wordt bereikt. Oftewel, de astronaut die zal 9 jaar ouder worden op het moment dat hij de exoplaneet bereikt. En op aarde zal de waarnemer 12 jaar ouder zijn geworden op het moment dat de raket de exoplaneet heeft bereikt. Oftewel, ik heb hier weer tijdsrek. Goed, dan hebben we het nog steeds natuurlijk over een presentatie, over Lorentz-transformatie. Dan kun je zeggen, ja, wat heeft mee te maken met Lorentz-transformatie? Nou, we hadden eerst de Galilei-transformatie voor de plaats. En deze Galilei-transformatie, als je die zou doen, dan krijg je dus dat de lichtsnelheid voor diverse waarnemers niet gelijk is. En dat klopt niet. Lorentz-transformatie, ja, die zal daar wel aan voldoen. En meneer Lorentz heeft daar natuurlijk de hand in gehad. En de Lorentz-transformatie ziet er zo uit. Lijkt behoorlijk ingewikkeld, maar als je die gamma-factor weer eventjes in gedachten houdt, dan is natuurlijk Lorentz-transformatie iets eenvoudiger, namelijk op deze wijze. Voor de tijd, ja, Galilei, ja, die heeft niks met de tijd. Ja, tijd is voor iedereen gelijk, volgens Galilei. En dat is dus hier duidelijk niet zo. Je hebt een tijdsrek. En de Lorentz-transformatie hiervoor is deze. Ja, het is iets ingewikkelder dan de vorige. Hè, maar als je hier de gamma-factor weer bij doet, dan is het op deze wijze. Ja, dit zijn beide Lorentz-transformaties. Een bijzonder geval is gebeurtenissen die tegelijk plaatsvinden. Stel je voor, ja, twee gebeurtenissen vinden plaats exact op dezelfde tijd, namelijk na 8 lichtjaren na de lancering van de raket. Nou, dan is er een röntgenuitbarsting op 6 lichtjaren en op 10 lichtjaren afstand vanaf de aarde. Nou, eerst eventjes het ruimtetijdsdiagram aanpassen. Waar bevinden zich dan die twee uitbarstingen? Nou, allereerst, hè, je zit dus op 8 lichtjaren en op een afstand van 6 lichtjaar. Ja, dan heb je dus dat daar de ene gebeurtenis is. En 10 lichtjaren, dat zal dus op deze plek zijn waar de tweede gebeurtenis is. Nou, dat deze twee op dezelfde tijdstippen vanaf de aarde bekijken, ja, kun je inderdaad zien, hè, door weer de x-as van het ruimtetijdsdiagram te nemen en die verschuif je weer omhoog. En dan zie je dus dat beide gebeurtenissen tegelijk worden bereikt door die verschuiving. Maar nu vanuit de raket bekeken. Ja, als dit vanuit de raket wordt bekeken, dan pak je dus de x-as van de raket en die verschuif je weer scheef omhoog. Maar dan krijg je dus dat eerst de röntgenuitbarsting op 10 lichtjaar afstand van de aarde plaatsvindt. En pas later vindt de röntgenuitbarsting plaats op die van 6 lichtjaren afstand. Oftewel, de gebeurtenissen die gelijktijdig plaatsvinden in het stelsel van de aarde, ja, vinden niet gelijktijdig plaats in het ruimtetijdsdiagram van de raket. Kortom, gelijktijdigheid is ook relatief. Het is afhankelijk van wie neemt het waar. Nou, gelijk oversteken dan maar. Denk eerst eventjes goed na welk referentiestelsel. Nou, nadenken kun je nu genoeg, want het is weer het einde. Ik zou zeggen bedankt voor het aanhoren en wellicht tot horens of tot ziens.